We hebben hier rode bessen. Daar heb ik al sap van gemaakt. Dus we gaan nu naar de zwarte bessen. We hebben hier twee struiken. Zoals je ziet hebben we hier de zwarte bessen. Er hangen er al behoorlijk wat. Dus die gaan we nu plukken. Ik heb publiek. Ibon. We hebben nu de zwarte bessen geplukt. Er zitten er nog best wel veel in de struik die nog niet klaar zijn. Maar deze zijn over het algemeen al wel helemaal goed. Dus die gaan we zo uitzoeken. Wat rode bessen in de struiken. Dus die gaan we ook plukken en die gaan we erbij doen bij het maken van de bessensap. We hebben nu de zwarte bessen geplukt. En de rode bessen. En we gaan ze nu rissen. Dus dan gaan we de besjes van de steeltjes afhalen. Oké, we gaan ze nu dus rissen. En dan halen we de besjes van het steeltje af. En wat ik dan doe, is ik doe gewoon zo. Dus dat is best wel makkelijk. En dat doen we bij allemaal en dan halen we gelijk alle takjes en blaadjes eruit, zodat je alleen nog maar besjes overhoudt. En met de zwarte bessen halen we ze ook van de steeltjes af. Over het algemeen zijn ze al van de steeltjes af. Wat ik nu ook gelijk doe is de groene eruit halen en degene die nog niet helemaal rijp zijn. Dus die verwijder ik ook gelijk, zodat je alleen nog maar de zwarte bessen hebt, eigenlijk de goede. We hebben ze nu allemaal van de steeltjes afgehaald en alle blaadjes verwijderd. Dus nu hebben we eigenlijk alleen nog maar de bessen. We hebben de zwarte bessen en de rode bessen. En we gaan ze samenvoegen bij de bessensap, zodat het een lekkere smaak krijgt. Deze bessen zijn namelijk lekker zuur, dus ik denk dat het wel op smaak brengt. We gaan ze nu heel goed wassen en dat is heel erg belangrijk, omdat er nog wat aarde aan kan zitten en viezigheid. Dus we gaan ze nu binnen wassen en daarna gaan we de bessensap maken. Even van dichtbij. De zwarte bessen en de rode bessen. Oké, we beginnen met de rode bessen wassen. Ik heb hier een... Oké, we gaan nu de bessen schoonmaken. Ik begin met de rode bessen. Ik heb hier een zeef. En wat ik eigenlijk doe is, ik doe het met koud water. Ik bak je alvast een beetje in het water. En dan gaat al het vuil al omhoog. En dan gooi ik ze in zeef. En wat ik dan doe is, ik ga gewoon met water even schoonmaken. En dit proces herhaal ik een paar keer. Als je zelf nog viezigheden tussen ziet, zoals een steeltje die we vergeten zijn, gooi ik die weg. En ik maak ze lekker schoon. Goed om ze lekker heen en weer te bewegen, zodat echt alles vuil eruit gaat. En dat ga ik nu ook doen voor de zwarte bessen. Oké, we gaan nu de bessen koken. Wat we doen is, we doen gewoon alle bessen in de pan. Oh, er vallen er een paar. En ik doe de rode bessen erbij in. En wat ik dan doe is, ik zet de plaat aan. En ik zet hem gewoon op 9. Ik begin zelfs op power trouwens. En ik wacht even tot hij gaat koken. Oké, nu zie je al dat hij aan het koken is. En we laten hem even doorkoken totdat de besjes echt zacht zijn en je ziet dat er veel sap aan de buitenkant ligt. Ik hou eigenlijk geen vaste tijden aan. Ik doe het echt op gevoel en kijk wanneer ik het zelf goed vind. Dus ik laat jullie weten hoe het eruit moet zien als het klaar is om de volgende stap te volgen. Nou, je ziet nu dat het echt wel meer sap wordt, dus ik ga hem wat lager zetten. Ik zet hem op 7 en ik laat hem, hij zit er nu 3 minuutjes aan de kook, dus ik laat hem nog een paar minuutjes doorkoken. Totdat het echt een wat meer nog een sap is en dat echt alle besjes wat zachter zijn, zodat alle sap eruit is.
Nou, zo ziet hij er nu uit. Ik heb hem inmiddels op 5 staan. Ik laat hem nog even doorsudderen. En dan ga ik zo alle bestrestjes en alle kleine pitjes die erin zitten eruit zeven. Maar ik laat hem eerst nog even ongeveer 2 à 3 minuutjes doorsudderen. Zodat hij uiteindelijk ongeveer 8 minuten vanaf het koken op de plaat heeft gestaan. Ik ga nu de water erin doen. Ik heb ongeveer 1 glas, dus ongeveer 200 milliliter. En 150 gram suiker. Je kan altijd meer doen of minder, het is maar net waar je van houdt. Of je meer van zuur houdt of van wat zoeter. Eigenlijk moest dit al voordat het aan de kook ging. Maar goed, het maakt niet heel veel uit. Ik zet hem gewoon nog even wat harder. Zodat de suiker en het water nog even kan doorkoken. Dus ik laat hem nog even ongeveer 3 minuutjes staan. En ik zet hem wat hoger. Zodat hij toch nog er doorheen kan koken. Het is niet erg als je het later in het proces toevoegt. Normaal gesproken doe ik het voordat hij gaat koken. Maar op deze manier is het ook prima. Maar het is wel belangrijk dat je hem dan nog even door laat koken. Zoals je ziet is die nu aan het koken. Ik heb even de deksel erop gezet. En ik ga ongeveer over een minuutje ga ik de deksel eraf halen. En de sap door een zeef doen. Zodat alle restjes in de zeef blijven hangen. En je echt alleen maar de sap overhoudt. Nou, ik heb de deksel er alvast afgehaald. Je ziet nu echt dat het een sap is geworden. Wat we nu gaan doen is we gaan de sap door deze zeef gieten. Ik heb hier onder een bak zitten. Zodat alle restjes in de zeef blijven hangen en echt de sap alleen nog maar overblijft. En wat je kan doen is je kan dit doen door met een lepel, met een soeplepel, alles in de zeef te overplaatsen. Maar je kan ook ervoor kiezen om de pan gewoon het erin te gieten vanuit de pan. Het kan dan wel zijn, omdat dit best wel heel erg warm is, dat het gaat spetteren. Dus dat is gevaarlijk. Dus wat ik zelf ga doen, is ik gebruik gewoon een soeplepel. Voornamelijk in het begin. En ik giet dit in de zeef met de bak eronder. Dit doe ik gewoon met een paar lepels. En dit doe ik eigenlijk totdat de pan leeg is. En er alleen nog maar sap overblijft. En het is wel goed als je hem in de zeef hebt zitten. Dat je een paar keer roert. Misschien beter met een andere lepel. Dat je een paar keer roert. Zodat echt alle sap door de zeef gaat. En wat je dan ziet is. Dat hierin echt alle sap blijft zitten. Ik zal het zo nog even goed filmen. Dus dit proces herhaal je eigenlijk totdat de hele pan leeg is. Zoals je ziet is de hele pan leeg. We hebben nu alles in de zeef gedaan. En dit is eigenlijk het enige wat er van de hele sap is overgebleven aan, aan restjes eigenlijk. En wat je hiermee kan doen is je kan dit gebruiken bij het bakken van taarten. Ik heb het zelf nog nooit gedaan en ik heb geen idee hoe dat moet. En ik ga het zelf niet doen. Ik gebruik echt alleen de sap ervan. Dus als je daar meer over wilt weten, kan je het beste even googlen. Wat je ziet is, aan de onderkant blijft eigenlijk de beste sap over. Ik heb alles net al verzameld in één bak. En je ziet nu echt dat dit een lekkere, dunne beste sap is. Ik ga even nog een andere lepel pakken, zodat ik het kan laten zien. Je ziet echt dat dit een mooie donkere bessensap is. En dit is heel erg lekker. Tenminste, wat ik zelf heel erg lekker vind, is om dit te combineren met een vanillevla of een bananenvla. En het op die manier op te eten. Ik ben het nu aan het eten met vanillevla. Het bakje ziet er misschien niet heel mooi meer uit. Maar het smaakt super lekker.